Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gelderesh en Stomerij de Waskuip. Goedendag en welkom bij de Warming Up op Focus TV. Vandaag zijn wij te gast op Sportpark De Munsterman in Silvolde, waar de Graafschap oefent in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Afgelopen week werd het 0-3 op de eigen Vijverberg tegen AFC Ajax uit Amsterdam. En aankomende week staan er ook nog twee oefenwedstrijden op het programma voor de Superboeren. Aankomende dinsdag in Zelhem tegen het Turkse Sivasspor. En volgende week speelt de Graafschap tijdens de open dag van RKC Waalwijk in Brabant tegen de Waalwijkers. Morgenavond dan is er opnieuw een programma van de Warming Up. Want we zijn natuurlijk aanwezig bij de open dag van de Graafschap. Dus blijf kijken, zo dadelijk de samenvatting van Sportclub Silvolden tegen de Graafschap. Zijn jullie al lang in training voor deze oefenwedstrijd? Ja, 2 weken. We hebben de laatste 2 weken getraind. 1 oefenwedstrijd gehad, dus tegen Dingspelo afgelopen week. En voor de rest, de jongens zijn niet zo heel lang geleden opgehouden natuurlijk met die nacompetitie. Wat voor club is Silvolden? Ja, goed, ik ben hier gekomen vorig jaar en alles wat toen eigenlijk gezegd werd over de club, ja, dat, ik moet eerlijk zeggen, is nog beter dan ik ooit verwacht had. En dat is niet omdat ik hier zo sta en dat ik het probeer goed te verkopen. Het is zo'n mooie club om voor te werken. Randvoorwaarden zijn perfect, organisatie is fantastisch. Ja, je kan hier als trainer gewoon in alle rust proberen richting naar de hoofdklasse te werken. Wat verwacht jij van deze wedstrijd? Ik heb tegen die jongens ook gezegd, zorg dat in ieder geval dat de advies voor het voetbal in de Achterhoek, dat als de mensen twijfelen op een zondag waar ze gaan kijken, of bij Babberich, of bij Grol, of bij Longa, of bij Silvolde, dat ze in ieder geval zeggen van hé, dat is wel een heel leuk team dat Silvolde. Die willen voetballen, die willen aanvallen. Het is een hele leuke club, de accommodatie is leuk, dat ze toch kiezen om op zondag hierheen te komen. En dan heb ik die jongens ook gezegd, hè, ze moeten gewoon plezier hebben. Graafschap trainer Pieter Huistra heeft gekozen voor Theo Zwarthoed in het doel. Het is de eerste wedstrijd in de voorbereiding voor de Volendamse keeper. Centraal achterin Robin Prupper en Timothy van der Meulen. Op het middenveld spelen Gregor Breinburg, Lazic, Kasia Calvete en Edwin Linssen. En de spitsen zijn Piotr Patsizek en Anko Jansen. Het team van trainer Scott Calderwood van sportclub Silvolde. Marco Olthuis staat in het doel en verder in de as Patrick Verhaag, Niek Huiting, Sander Kuiperij en aanvoerder Jael Kossen. Scheidsrechter Alwin Steeg uit Beuningen heeft gefloten voor het begin van de eerste helft. De aftrap voor de Graafschap en aanvoerder aan de kant van de Doetinchemmers is nieuweling Edwin Linssen. Theo Zwarthoed met zijn eerste balcontact in de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Lazic verliest de bal. De uitbraak van Silvolde. Maar het schot van Kuiperij komt simpel bij Zwarthoed terecht. Vroeg druk zetten van Silvolde. De Graafschap moeite mee. De uittrap van Zwarthoed is niet goed. Giel Driever sleept er een hoekschop uit. De hoekschop van Silvolde, Alexander Tempels. De redding van Theo Zwarthoed op de doellijn. Een moeizame. Eerste kans van de wedstrijd dus voor de thuisploeg. Lazic. Op Anko Jansen. Krijgt een dubbele dekking. Massop mee. Moet dan nu met de voorzet komen. Op het hoofd van, jawel, Piotr Patsizek. Na ruim 10 minuten voetballen wordt het 0-1. Na de goede actie van Milan Massop aan de linkerkant. Patsizek hoog in de lucht en kopt de bal achter Marco Olthuis.
De Graafschap komt op 0 tegen 1. Breinburg. Anko Jansen. Verwacht zelf dat hij binnenkort naar een andere club zal overstappen. Jansen kapt en draait en schiet dan. Net naast het doel van Marco Oldhuis. Hoe lang speelt hij nog in het blauw-witte shirt van de Graafschap? Balverlies van de Graafschap. Kuiperij kan net niet schieten. Daar de redding uiteindelijk van Theo Zwarthout. Goed, het schot vanuit de tweede lijn. De redding mag er ook wezen van de Volendamse keeper in Achterhoekse dienst. Breinburg. Azic. Schot van Lazic. Knappe redding van Oldhuis. Eindelijk weer een mooie actie aan de kant van de blauw-witten. Hoekschop van Anko Jansen. Opnieuw Jansen. Wilt alleen doen. Gaat 16 meter gebied in. En dan de paas op Jordan Garcia Calvete. Levert de Graafschap een hoekschop op. Korte hoekschop tussen Jansen en Lazic. Opnieuw Anko Jansen. Breinburg met rechts. Maar daar kan Oldhuis niet verontrusten. Massop. Geef mee aan Edwin Linssen. Patsizek. En de goede redding opnieuw van Marco Oldhuis. En ook vanuit de tweede lijn. Kreko Breinburg. Opnieuw brengt Marco Oldhuis redding voor de thuisploeg. Lazic. Jordan Garcia Calvete. Linssen met het schot. En de redding van Marco Oldhuis. Prupper. Aanvoerder Edwin Linssen vindt dat de bal veel sneller gespeeld moet worden. Het duurt allemaal veel te lang. Het gaat te traag bij de Graafschap. En dat zegt de aanvoerder, de nieuwe aanvoerder van de Superboeren tegen zijn teamgenoten. De kopbal van Patsizek. Prachtig. Geweldig doelpunt van de Graafschap. Prachtige kopbal van doelpunt te maken. Piotr Patsizek. Goede voorzet van aanvoerder Edwin Linssen. En de krachtige kopbal van Piotr Patsizek. Hij zet de Graafschap op een voorsprong van 2 tegen 0. Bouwmeister. Het schot. En dan uiteindelijk nog de moeizame redding van Theo Zwarthout. Rick Bouwmeister. Was de voorzet op een schot op doel. Massop. Geef mee aan Lazic. Jordan Garcia Calvete gaat diep. Lazic zoekt de drukte op in het centrum. Jansen. Goede actie van de nummer 10 van de Graafschap. Met buitenkant rechts de voorzet. En goed ingekopt door Piotr Patsizek. Net naast het doel van Marco Oldhuis. Edwin Linssen. De vrijheid aan de linkerkant met Massop en Lazic. Inspelen op Anko Jansen. Jansen probeert het zelf en doet het op zeer fraaie wijze. En de Graafschap scoort. Individuele actie van Anko Jansen. En Marco Oldhuis ziet die bal alleen maar langs hem zeilen. Zo wordt het op slag van rust 0 tegen 3 door een prachtig doelpunt van Anko Jansen.
Scheidsrechter Alwin Steeg uit Beuningen fluit voor het einde van de eerste helft. Een prachtig doelpunt van Anko Jansen op slag van rust zorgt voor een tussenstand van 0-3. Grote man aan de zijde van de superboeren met twee prachtige kopgoals. Piotr Patsizek. Wie is de beste Graafschapsspeler in jouw ogen? Zwartoet. Ik val me wel reuze mee eigenlijk. Na Terrell, dat vind ik wel een goede keeper. Ik denk dat hij wel punten kan pakken voor de Graafschap dit seizoen. Kan deze wedstrijd jou bekoren? Het is mooi weer, dus prima. Jawel hoor. Nee, het is een prima wedstrijd. Ja, het gaat wel aardig tegen elkaar op. Dat maakt het wel spannend en leuk. Wat is er goed aan Zwartoet? Hij coacht goed en hij voetbalt ook erg goed mee, vind ik. Dus hij valt me nu reuze mee, maar hij wordt nog niet echt goed getest. Maar ik vind wel een goede keeper. Ik vind ze nog wel redelijk spelen, met name Breinburg op middenveld. Maar veranderen. Ik denk dat met name de zijkanten achterin nog wel versterkt kunnen worden. Heel spannend. Ik wou wel Sillewal de wind. Ja. Denkt u dat er nog in zit in de tweede helft? Nee. Graafschap trainer Pieter Huistra heeft een flink aantal spelers gewisseld in de tweede helft. Erin bijvoorbeeld Koen Masdorf, Frank van Kouwen, Ted van der Pavert en Tim Vinken. Patsizek. Ja, dat had toch zijn derde van de wedstrijd moeten zijn. Krijgt hij ook te horen van de technische staf. De uitbraak van Silvolde. De vlag blijft omlaag. En de lat brengt redding voor Theo Zwartoet. Opnieuw een aantal wissels bij de Graafschap. Zo wordt Theo Zwartoet afgelost door Jasper Heusinkveld in het doel bij de Superboeren. Maatsdorf geeft mee aan de snelle, behendige Van Ewijk. Die komt met de voorzet. Santi Huls kan die bal niet binnenprikken. Zo blijft het 0-3 in het voordeel van de Graafschap na ruim 20 minuten voetballen in de tweede helft. Bouwmeister. Overtreding lijkt het van Maatsdorf. Maar Bouwmeister uiteindelijk met de voorzet. Tom Hunting. En lijkt het een hoekschop. Hoekschop van Silvolde. En dan gaat die bal er uiteindelijk in. Het schot vanuit de tweede lijn. Jaal Krossen krijgt het doelpunt op zijn naam. Zo is het na bijna een half uur voetbal in de tweede helft. 1-3 in het voordeel van de Graafschap. Geen buitenspel. Ze worden hier 2-3 door Sander Kuiperij. Tweede doelpunt van de wedstrijd voor Sportclub Silvolde. Kuiperij staat geen buitenspel. Heusinkveld veruit zijn doel. En Kuiperij die schuift de bal onder de keeper van de Graafschap door. En zo staat het 2-3 in het voordeel van de Graafschap. Overtreding van Vinken. Levert Silvolde een vrije trap op. En dan ook nog even een robbertje vechten op het einde van de wedstrijd. Wat een frustratie aan de kant van de ploeg van trainer Pieter Huistra. Het staat maar 2-3 tegen amateurclub Silvolde. Misschien zegt deze actie van Vinken wel genoeg. Maatsdorf. Geef mee aan Vinken. Huls en Maatsdorf. Dan wordt die bal bijna binnengelopen. Rondeel brengt redding voor Silvolde. Goede actie van Koen Maatsdorf. Nieuw de bal goed voorgegeven. Roy de Ruiter kan nog net binnenhouden.
Nee, zegt scheidsrechter Steeg. Het is een achterbal. Een doeltrap voor Jordi Rondeel. En dan fluit scheidsrechter Steeg uit Beningen voor het einde van de wedstrijd. De Graafschap wint moeizaam met 2-3 door 3 prachtige doelpunten van de superboeren. In de tweede helft deden Jouwel Crossen en Sander Kuiperij wat terug voor Silvolde. Ted van der Pavert, heerlijk hè dat je weer minuten hebt gemaakt. Ja, inderdaad. Het is voor mij een tijdje geleden uit tegen Sparta raakte ik geblesseerd aan mijn enkel. En dat was zo'n maand of 4-5 geleden inderdaad. En nou eindelijk minuten met eerste en een helftje gespeeld. Dus dat is voor mijn gevoel, dat is in ieder geval lekker. Je speelt tegen een amateurclub en uiteindelijk win je moeizaam met 3-2. Wat zegt dat over het niveau van de Graafschap op dit moment? Nou, als je kijkt naar de wedstrijd, was in ieder geval de tweede helft was bar slecht. Dat was gewoon ver onder de maat. De eerste helft sta je 3-0 voor, dan is dat vrij normaal. De manier waarop je dat doet ook is vrij normaal. Maar de tweede helft zag ik veel te ver weg en dat... Ja, dat heb ik die spelers ook even duidelijk kenbaar gemaakt. De eerste helft was goed. En daarna, ja, ik denk in de tweede helft was een beetje vermoeidheid en zo. En jeugdspelers ook, maar ja. Het is altijd voetbal, ja. Maar ik denk, het is niet... We hebben tegen Ajax een goede wedstrijd gespeeld. Hier is een andere ploeg en zo is altijd een andere wedstrijd, ja. Nu maak je je eerste minuten, maar niet in de beste wedstrijd van de voorbereiding. Nou, inderdaad. Ik denk dat het eerste helft prima voetballen. En tot 3-0 komen. Uiteindelijk tweede helft zelf ingevallen en de tweede helft was van heel laag niveau. En dan kreeg je nog een tegendoelpunt en dan creëer je zelf veel te weinig kansen. En dan is het niet graafschapwaardig natuurlijk wat je laat zien met de rest van het team. Ja, je bleef lang achter in de kleedkamer na de wedstrijd. Hebben de jongens een preek gekregen? Nou, het viel wel mee, dat duurde niet zo heel lang, maar het was wel duidelijk. Dus ik hoop dat het ook de laatste keer is dit seizoen dat we dat hebben hoeven doen. Over 2 weken staat de eerste competitiewedstrijd op het programma, uit naar Fortuna. Ben je daar al klaar voor? Op dit moment nog niet. Want vandaag ik heb 45 minuten gespeeld. Maar ja, je merkt wel dat het een tijd geleden is. En, en verder moet ik natuurlijk eerst mijn oude niveau halen en dan helemaal fit worden. Wat is de doelstelling? Ja, de doelstelling is altijd dezelfde, dus kampioen worden. Dat is altijd alles winnen en dat hebben we nog gesproken, dat we willen elke wedstrijd alles geven om te winnen en samenwerken en zo. Heeft het publiek ook kunnen zien dat de Graafschap nog spelers nodig heeft? Nou kijk, als je het over publiek hebt, vind ik het vooral jammer dat je het krediet wat je toch in de wedstrijd in Ajax een beetje weer teruggewonnen hebt. Dat je dat vandaag ook zo makkelijk weer overboord gooit. Dan moeten die spelers zich echt aantrekken, dan moeten we ons als trainers aantrekken. Maar... we zullen nu de komende wedstrijden weer moeten gebruiken om dat weer voor elkaar te krijgen. En we moeten dan vooral ervoor zorgen dat we straks in de competitie heel goed beginnen. Want die club wil omhoog, de club is ambitieus, de club hoort omhoog. En daar blijven we keihard aan werken, ook na zo'n wedstrijd. Maar als ik jullie af en toe zie voetballen, zie ik geen kampioensploeg aan het spelen. Ja, dat is heel voorzichtig. Als je kijkt, ik denk wel. Zo, ja. Ja? Ja, waarom niet? Dus jij zegt hier voor Focus TV in de warming-up, de Graafschap wordt kampioen? Ja, natuurlijk. U heeft van ons nog de prijsvraag te goed. Vorige uitzending vroegen wij, in welke stad is Jordan Garcia Calvete geboren? En het juiste antwoord komt nu in beeld. Evenals de naam van de winnaar of winnares van die heerlijke de Graafschap taart. En wilt u ook kans maken op zo'n heerlijke superboerentaart om de vingers bij af te likken van de kampioensbakker? Geef dan antwoord op de volgende vraag. Wie is met 108 doelpunten all-time topscorer van de Graafschap? Stuur het juiste antwoord in naar thewarmingup@focus.tv. En wie weet maakt u ook kans op zo'n heerlijke superboerentaart. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van de wedstrijd tussen Silvolde en de Graafschap. Die de Graafschap met 3-2 wist te winnen op Sportpark De Munsterman in Silvolde. Morgen krijgt u natuurlijk nog een overzicht van de open dag in de warming-up op Focus TV. Dus blijf kijken naar de voorbereiding van de superboeren. Ik zou zeggen, proost! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Gelderesh en Stoomrijden Waskuip.